goedenavond. Je luistert naar een speciale uitzending op Phonics rondom 1 juli, de dag der vrijheid. En als je vrijheid viert, dan hoort daar ook muziek bij. Mag zeker niet ontbreken, maar veel van deze moderne muziekstijlen die we hier dus ook op Phonics draaien en waarschijnlijk waar jij en ik ook naar luisteren, ja, die vinden dus hun oorsprong echt uit de slavernijtijd, zonder dat je het misschien weet. En twee muzikanten die bij ons hier in die building zijn en een hele hoop hierover kunnen vertellen zijn YMP en Shafiq Roman. Goedenavond, goedenavond. Goedenavond. Top dat jullie er zijn, guys. Thanks. Dankjewel dat jullie tijd wilden maken sowieso. Maar weet je, YMP, even gelijk om met jou te beginnen. Ja. Op de een of andere manier vonden de tot slaaf gemaakten toch nog een manier om contact met elkaar te maken. Ja. En op wat voor manier deden ze dat vroeger? Muziek. Ja. Je kan zeg maar je klaagzang in de muziek kwijt. En als je dat gewoon spreekt in een taal die de meesten niet begrijpt, ja, dan lijkt het misschien leuke liedjes voor de meesten om te horen. Maar dan wordt toch wel gewoon de zwarte pijn eigenlijk in vermeld. Dus het was ook een manier voor de mensen in de slavernij om zichzelf gewoon strong te houden. Om elkaar te empoweren. Dus elkaar te en ook om boodschappen over te geven natuurlijk. Ja, en dat klinkt dus zo. Het was dus Bosse Criorum. En dit wordt dus een spel van zang en antwoord, werd het genoemd. Maar wat wordt er dan precies verteld? Het is afhankelijk toch van waar het nummer over gaat. Mm-hmm. Het is eigenlijk gewoon een techniek. Het is een techniek ook om de luisteraar er goed bij te houden, maar tegelijkertijd ook om informatie met elkaar uit te wisselen. En daarom vraag en antwoord. En informatie over wat? Waar zouden we over kunnen denken? Daar was ik niet bij. Maar als je gewoon de liedjes natuurlijk terugluistert, gaat het natuurlijk gewoon over de alledaagse dingen. Maar het gaat ook gewoon echt over de zwarte pijn, maar ook tegelijkertijd om elkaar te empoweren. Dus dat soort teksten, ja, daar vind je ook wel heel veel terug. En daarin, in die nummers van ze. Ja. Nou ja, een moderne versie, een voorbeeld daarvan is Wat is je naam van Young Lee? Zeg me alsjeblieft, girl, wat is je naam? En waar kom jij vandaan? Want je trekt me aan. Hey baby, ik ben jong en lief. Shafiq, dit is dus een van jouw producties. Yes, hoe beïnvloedt de Kavina jouw muziek? Ik ben er ook wel mee opgegroeid, dus ik neem het sowieso ook mee. Wat ik probeer te doen is, als ik ook muziek maak, dan probeer ik ook eens te kijken van, hey, kan ik dit ook gebruiken in de moderne muziek? Ja. Laatst, tenminste, ik heb ook een a cappella gekregen van Papa Tauchi, Gangster, van Top Notch. En zeiden van, yo, remix it. En wat ik had gedaan gewoon is van, weet je wat, ik ga een drill maken, maar dan met Kavina erin. En weet je, maar je kan niet natuurlijk het overal gebruiken, maar het is wel leuk om zo creatief mogelijk te zijn. Om de dingen mee te nemen waar je mee bent opgegroeid. Ja, dus dat is dat. Ja. Ja, de tijd van eindelijk naar de club gaan, die is er natuurlijk ook weer. En een tune die zeker gedraaid gaat worden, is de volgende. Ja, waarschijnlijk gaan we daar morgenavond dus allemaal los op. Tijdens Phonics Meets Villa Thalia. Ja, wie weet het, hè. Maar YMP, weet je, boeken van op tijd is hier ook een hele grote hit geweest. Op Phonics, zeker in Nederland. Maar deze muziekstijl, we hadden dus eerst de Kavina. Ja. Er is later de Kaseko uit voortgekomen. Maar waar komt dan weer de Kaseko vandaan? Dit is denk ik een evolutie van de sound eigenlijk, denk ik. En de Kaseko is natuurlijk ook meer geïnspireerd ook door andere stijlen. Het is, het is niet alleen vanuit de slavernij genomen. Je ziet natuurlijk ook dat er best wel jazz-invloeden ook in zitten. Ja. En dat er ook wat meer instrumenten werden toegevoegd aan het traditionele repertoire. Een instrument eigenlijk. Mm-hmm. En dat heeft natuurlijk dan weer een evolutie in de sound gebracht. En als je vandaag de dag nog steeds kijkt naar wat voor bandjes nog steeds helemaal aan zijn, ja, dan is het niet te ontkennen dat het een stijl is waar gewoon heel veel artiesten gewoon energie uit kunnen putten. Maar ook inspiratie uit halen. Maar dat is het ook. Het is een vrij energieke muziekstijl. Ja. Yeah. Dat mensen er ook echt best wel opzwepend op dansen. Ja, zeker. Alleen is het wel zo dat heel vaak mensen zeggen van, ja, maar het is een beetje beetje onchristelijk, om het zo dan te zeggen. En dat het een beetje te wild allemaal is. En dat het veel te veel seksistisch is. Wat vind jij daarvan? Kijk, persoonlijk ben ik van mening dat wat artiesten uitbrengen is aan de ene kant zijn artistieke vrijheid. Maar tegelijkertijd heb ik ook zoiets van, waarom is het dan zo populair? Ja. En het wil niet per definitie zeggen dat het dan goed of dat het slecht is. Maar het is populair. En blijkbaar is er een hele grote doelgroep al zoveel jaren, al meer dan 100 jaar, die erin geïnteresseerd is. Ja. Dus hoe Ja, sorry. Ja, nee, goed. Maar hoe kijk jij ernaar, Shafiq? Ik zag je lachen. Ja, wat Ryan P. ook, daar ben ik ook gewoon volledig mee eens. Daar ben ik sowieso volledig mee eens. Dus het is, ik ben er gewoon volledig mee eens. Ja, nee, dat kan toch, dat is prima, sorry. Hij zegt letterlijk dit, word uit mijn mond. Ja. Hey, maar weet je, aan jou, Shafiq, je bent de producer. Zijn er toevallig artiesten bij wie je nu duidelijk ook nog steeds die Kavina en die Kaseko invloeden van terug hoort?
Ja, zeker. Moderne artiesten. Zeker. Ik had laatst ook die nieuwe album van Ashi gehoord. Vooral bij die intro ook bijvoorbeeld. Bij een stukje daar zo hoor je ook wel echt veel invloeden. Ja. Toevallig heette zijn album ook Surinaams Goud. Maar ook artiesten zoals Jay Johnson heeft me ook heel erg geïnspireerd met dat. Met dat nummer Volgende Stap. Ja. En dat, weet je, toen ik dat hoorde dacht ik van wauw. Weet je, dat is zo sick. Want hij was ook een van de eerste of een van de weinigen die toen de tijd echt in de urban music bracht, zeg maar. Ja, en dat vond ik gewoon geweldig. Dus dat heeft mij ook heel veel geïnspireerd. Ja, we hebben er een voorbeeldje van Architrax. Ja, dat was alles over voor jou. Maar als we het nummer gaan ontleden, dan hoor je echt typische cabina-instrumenten terugkomen. YMP, zou je misschien een aantal instrumenten kunnen opnoemen die je zeker hierin terug hoort? Ja, de banging natuurlijk toch. De banging hoor je gelijk. Je hoort de cabina zelf. Ik weet niet zeker of ik een scratchje heb gehoord. Ja, toch? Maar het zit in ieder geval gewoon nog steeds in. Dus ik vind het nog steeds dope dat je gewoon na zoveel honderden jaren... Want ik ben nog zelf een beetje even de geschiedenis ingedoken... van waar komt die oorspronkelijke cabina-sound dan vandaan? Ja. Het is niet terug te leiden aan uit welk gedeelte van Afrika het komt... maar ze zijn in ieder geval erover uit dat het ergens in de regio van West-Afrika moet zijn. Mm. En dan heb ik het vaak over tussen Ghana en Guinea, misschien daartussen ergens. Maar het is super dope, want het betekent nog steeds dat... ons Afrikaans zijn nog zo diep in ons zit. En ik geloof oprecht dat, los van wat voor etniciteit je ook hebt... Wanneer de Surinaamse band begint te spelen, je voelt het in je skin. Je voelt het gewoon. Zelfs oprecht. Ik als non-Surinamer denk, hey, let's go gewoon. Ja, zo'n triggertje gewoon. En dat betekent, dat is spirit music, dat is spiritual music. Echt en dat blijft doorleven. Dus ik ben echt van mening van, blijf die sound gewoon gebruiken. Wees er creatief mee en doe goeie ding, man. Dat blijft ook tijdloos, man. Tijdloos. Ja, maar dat is het ook. Wat zou je dan nog mee willen geven aan de artiesten van nu? Zeg het met een positieve boodschap. Breng gewoon juist de boodschappen door. Als je een groot platform hebt, weet je, gebruik je boodschap op positieve manier en laat de art niet doodgaan. Wauw. Exact. Fiek? Ja, precies dat. Ja. Laat het niet doodgaan. Wauw. Heel mooi. Never forget. Mooi gesproken. YMP, Shafiq Roman, dankjewel voor jullie komst. Yes. Jullie bedankt.